terug bij de Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Friedman. En vandaag wederom een gesprek met Tidi Sinex. Over de moderne werkplek. De hybride werkplek. En de impact van analytics. Ik praat hierover met Bas Dekker. Die ga ik snel introduceren. Bas, fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. We gaan volgens mij een enerverend gesprek hebben. Maar zou jij je kort nog even kunnen introduceren? Ja, dat wil ik wel. Ik uh, ben Bas Dekker. Ik werk uh, sinds uh, augustus vorig jaar voor uh, Tidi echt data toen nog, dat is inmiddels nu TD Cynics uh, geworden. En uh, ontzettend naar mijn zin juist bij de tak van uh, de Mavericks. Ja, want daar wil ik toch mee starten. Want je noemt jezelf director Maverick AV Solutions. Dus wat is dat exact? Help me even. Ja, nou, eigenlijk ben ik gewoon meewerkend voorman voor, uh, <laughs> voor de Mavericks. Ja. Um, het is zo dat we zijn net in die rebranding uh, uh, terechtgekomen dat we nu TD Cynics uh, heten. En uh -huh. daarvoor was het uh, Techdata Maverick AV Solutions. Okay. Alleen AV raakte hem eigenlijk niet meer van, uh, van deze tijd. Want als je daarin kijkt, hè, de hele ontwikkeling van audio-video, uh, waarschijnlijk tot aan het jaar 2016. Uh -huh. Toen was het natuurlijk heel veel gedreven met, we hangen de spullen op. en Het is een, het is een vak apart, uh -huh. absoluut. Um, alleen er kwam nog weinig IT bij kijken. Okay. En uh, ik denk wel dat dat vanaf hè, uh, 2010, opwaarts tot uh, 2016, dat er wel meer IT bij kwam kijken. Uh -huh. uh, facilities was er al mee aan het uh, 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 mee bezig. Alleen 2016, ik denk dat dat wel een hele mooie was. Microsoft zette eigenlijk toen toch wel het platform neer. Het ja. Microsoft Teams bedoel je? Ja. Ja, onder andere? ja. ja. En um, van daaruit ontwikkelen we natuurlijk het um, hybride werken ja. um, en, en de oplossingen daarvoor. Ja. Maar er kwam meer bij kijken eigenlijk. En als je nu kijkt, en ja, helaas praten we al over hè, pre en na Precies, corona. Ja. Helaas, helaas lijkt of ja. dat een soort eeuwwisseling is. Microsoft Teams is wel inderdaad. Maar, ja. maar de, er zijn veel meer. Uh, elementen die er eigenlijk uh, mee te doen hebben. Huh? En dat bedoel ik enerzijds, het wordt steeds complexer, uh -huh. dit soort producten. En aan de andere kant zie je ook in de organisaties dat er veel meer bij komt kijken. HR ja. speelt nu een rol hierin. Ja. En daarom is dat ook mede de reden waarom wij hebben gezegd, we halen AV Solutions ja. eraf. En wij noemen ons eigenlijk de Smart Spaces Technology Specialists. Ja, ja waar het eigenlijk naartoe gaat: om misschien ben je daar nu al. Ja, wij, wij zien wel dat dat naartoe ja. dat het juist daar naartoe gaat. Ja. En, um, we hadden het net al even over smart spaces. Ja, Wat niks... is een smart space? Nou, dat is, dat is juist mooi, want um, we gaan zo meteen naar de tijd toe. Mm -hmm. Dat als wij een, een vergadering hebben met elkaar. En, mm -hmm. en ik vind dat dat niet meer betekent dat je fysiek bij elkaar hoeft te zijn. Maar dat je wel ervoor zorgt dat iedereen inclusief uh, is. Ja, okay. Ik weet natuurlijk, hè, dat wordt veel, ge, veel gezegd. Maar hoe vaak maken we het al mee dat als we in een fysieke meeting zitten en er zitten mensen extern bij. Um, en die komen eigenlijk niet aan het woord. Uh -huh. En we gaan zo meteen toe naar, het, naar een periode dat we aan het einde van een uh, vergadering, uh -huh. dat we eigenlijk feedback krijgen over hoe is die vergadering verlopen. Yeah. Okay. En, dat, en daar heb je dus te maken ja. met een stukje IoT, met een stukje Sensory. Ja, maar dat betekent, als ik dan even toch inzoom, nu een beetje begrijpen wat de Maverick EV-solutie betekent. Smart Spaces zegt mij al veel meer, maar Smart Spaces is meteen wel heel breed. Ja. Dus daar zitten heel veel elementen in. Ja. En dan mijn vraag, Bas, die ik daar dan heb. Ben je of ga je al dat soort diensten zometeen ook leveren aan je partner? Nou, we doen het al. Kijk. Nou ja. en, en dat is ook het ja. mooi, want mijn uh, collega's, die ook een aantal tech-talks hebben gedaan. Ja. elk element wat zij hebben aangegeven, mm -hmm. dat verwerken wij in uh, de Maverick Smart Wheel. Oh. En dan zie je dus ook dat al die elementen daar naar voren komen. Mm -hmm. uh, Bart heeft gesproken over TAS. Ja. Uh, we hebben het over security, IoT. Maar juist dat soort ruimtes, ja. dat is ook smart spaces. Ja. En nou ja, ik denk een heel mooi voorbeeld: um, echt recentelijk. Uh, dat Logitech heeft een product aangekondigd mm -hmm. die een 360-camera op tafel wordt neergezet... en elke persoon in de ruimte wordt apart belicht. Zeker. En dat zien we dus ook op het scherm. scherm ja. Maar daarna komt het verhaal van wie was er eigenlijk happy? Ja. Wie heeft iets niet kunnen zeggen? Ja. Is er iets onbesproken ja. geweest? Want is dat dit pas? Want een van de, in, de, in de voorbereiding las ik ook dat analytics... Ook in het domein waar jij specialist bent, belangrijk en belangrijk worden. Ik, ik kon dat heel moeilijk plaatsen. Ja. Maar nu jij dit zegt, ja. dan denk ik dat je het dus hierover hebt. Ja, en het moet ook geen holle frase zijn. Nee. Het, het één, het heeft te maken met terugkijkend op ja. iets wat er in de ruimte ik? gebeurt. Uh, dat wordt geouten, uh, ge, met augmented reality ja. wordt dat natuurlijk uh, naar voren gehaald. Maar twee, het heeft ook te maken met een stukje ja. uh, bezettingsgraad. Met een uh, stuk uh, temperatuur, weet je. Hmm. Al dat... Al die elementen, elementen. zitten daarin. Ja. Ja. En dan even kijken, toch even uitzoomend, weer Bas, naar de waardeketen die je net vertelt. Is dan jouw business unit binnen TDCinex de kennispartner, die dan uiteindelijk de business partner of jouw reseller gaat helpen? Of verschuift dat zo meteen? Hoe, hoe ziet die waardeketen eruit? Ja, wat, wat wij daar veel meer in zien, is dat we die sparringpartner willen zijn. Mooi. En je ziet dat uh, eindgebruikers. Uh, die, die hebben een behoefte. Yeah. Uh, wordt ingevuld door de, door de reseller. Yeah. Um, en wat wij steeds vaker zien is dat die reseller wil eigenlijk ook yeah. een klankbord hebben. Hè, want mm. er is wat voorgesteld. Um, uiteraard zijn zij Uberspecialisten, mm -hmm. zeg ik dan in, mm -hmm. dit, in, dit, in dit geheel. Wij kunnen wat meer uitzoomen, wat yeah. je net ook aangeeft. Maar wij kunnen wel ook met alternatieven komen dan wel het sparren uh, yeah. daar, daaromtrend. Ja. Yeah. En dat vind ik wel het mooie, want dat is ook een van de redenen waarom ik voor uh, TechData en ja. Maverick heb gekozen. Of ja. TD Cynics ja. heb gekozen. Nou, toch nog een foutje, ja, dan maar dat hard. mag. Hè. Um, namelijk dat uh, wij dat hele um, aspect ja, spectrum, al, spectrum, spectrum ja. precies, Dat spectrum bieden wij ja. aan. En nou, is, is dan, even wat ik me afvraag, is dan smart spaces de doorontwikkeling van het nieuwe werken? Is dat, is dat, is dat een evolutie geweest, Bas? Hoe zie je dat? Uh, Weet ik niet, ik, ik, ik hou, althans wij houden ons natuurlijk echt gewoon bezig met uh, het stuk hardware software ja. uh, daarin. Um, wij gaan niet op de stoel zitten nee. om te zeggen van, hè, is het, uh, is het uh, verantwoord om het op, ja, okay. op deze manier ja, ja. te doen. Ja. Maar weet je, hybride werken, uh, als, als, als wij daar met, uh, met andere merken over praten, ja. dan is hybride werken, heeft alles te maken met vertrouwen. Ja. En, en ik denk dat we Zeker na corona meemaken dat uh, vertrouwen is zo belangrijk als je, als je met hybride werken bezig bent. Ja. Dan zijn afspraken over hoe we met elkaar werken is gewoon extreem belangrijk. Ja. Maar dat zit, dat zit ja. niet in ons. Maar je gaat. bent wel de enabler van dit soort toepassingen waarmee je ook je kanaal kan helpen. Ja. Ik denk dat dat de rol is die ja. je speelt. Ja. Als laatste even Bas ook even kijken naar de tijd. Je zei het al, we zitten in het nieuwe normaal. Denk je dat dit, dat dit een ongelofelijke vlucht gaat krijgen de komende jaren in de markt? Waar je nu met het veld waar je mee bezig bent? Uh, producten zijn ontzettend complexer yeah. geworden. En dat is wat ik net ook zei met die hele uh, evolutie. Yeah. Uh, van vroeger naar AV naar waar we nu naartoe gaan. Uh -huh. Het wordt complexer. Okay. En uh, daarin denk ik dat er gewoon specialisten Juist. nodig zijn. Yeah. Om, dat, om dat te blijven uh, voeden. En ik denk ook wel dat er een aantal organisaties zijn die dat nu al grijpen, ja. Ja, die hoeven wij niks te vertellen. Nee. Dan zit er onderin uh, de piramide zit er een aantal die het niet zullen begrijpen en die zullen doorgaan met wat ze al deden. Ja. Um, maar daartussen zit, vinden wij een groot gedeelte van organisaties die het wel begrijpen maar nog niet weten hoe ze dat nee. moeten doen. Nou, wow. daar, nou. daar willen wij graag juist mee uh, in gesprek. Ik vond het fijn dat je er was Bas. Ook interessant onderwerp waar we het over hebben. Gehad. Dus, uh, Zeker. Ja. Ik hoop je binnenkort een keer weer te hebben. En misschien het dan te hebben over je praktijkervaringen die je dan meeneemt aan tafel. Lijkt me fijn om daar nog een keer bij stil te staan. Dat is goed. Tot de volgende te keer in ieder geval. Bas Dekker, Tide stond stil over ja, misschien wel het paradigma shift van het nieuwe werken. Smart Spaces noemt hij het. Met name over de impact van de leefomgeving, maar ook op het werken. En dat Tide gepositioneerd is om juist de keten te helpen en daardoor de reseller. Mega interessant. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.